Nou, wij zijn vandaag een collega in het zonnetje komen zetten. Want hij heeft ons goed geassisteerd bij een incident op de markt in Roosendaal. Een aantal weken geleden, waarbij een meneer zijn hals van oor tot oor had opengesneden. Nou, wij werken al intens samen met onze politiezone grens. Hè. Wij vinden het belangrijk dat we met politiemensen waarvan het verwacht wordt dat die een stapje naar voren doen, ook eens een keer een schouderklopje krijgen, een compliment krijgen. En dat hebben wij willen doen in de vorm van een leuk bosje bloemen. Waar de meeste mensen terugstappen, stapt de politieagent naar voren. En daarvoor komen wij uit het verre Roosendaal gereden om jou een mooie boeket bloemen te overhandigen. Met onze hartelijke dank. Een totale verrassing. Ze hadden mij met een smoesje naar hier gelokt om eigenlijk te spreken over de onthaalweken. En ik ben hier verrast door de collega's van Nederland. Wat vind je van die zuster? Ja, ik vind het heel fijn en zo. Ik had het totaal niet verwacht. Voor mij had dat ook niet gehoeven, maar ik vind het wel heel fijn dat de collega's van Nederland dat doen. Ik was eigenlijk een uitje samen met mijn vrouw, mijn echtgenoot. En mijn vrouw had eigenlijk als eerste een persoon op de grond zien liggen. En ze zei van, of als ik niet eventueel kon gaan zien wat er met die man aan de hand was. Met dat ik eigenlijk dichter bij het slachtoffer kwam, hoorde ik van een koppel dat er in de gebuurde stond, van dat de persoon net zijn hals had overgesneden. Dus dan heb ik eigenlijk geprobeerd het bloed te stoppen tot wanneer de andere collega's van Nederland zijn komen helpen.